Hier staan leuke elftallen, ja, dat weet ik. Er vroeg mij iemand van MVV of er een foto was, een elftal met Brokamp erin. Ik zei, nou, dat is er misschien wel. Hij heeft geloof ik een jaar hier gespeeld, Brokamp. Mijn gymnastiekoefeningen worden ook gefotografeerd, dat is prettig. Dit is mijn warming-up. Ja, ik moet daar naartoe hoor, niet die kant op. Hij heeft hem al open laten staan op een kier. Keurig. Wim Schoefaard, 80 jaar lid van Ajax. Al van jongs af aan was hij op de club te vinden. Zijn vader Frans en zijn oom Jan voetbalden in het begin van de vorige eeuw in het eerste van Ajax. Later dienden ze de club als bestuurslid. Wim Schoefaard zelf speelde naast voetbal ook cricket. In vele jaren was de huidige archivaris en erelid een trots elftalbegeleider van vele teams. Wim Schoefaard, ik ben binnenkort 80 jaar lid van Ajax. Wat doet dat met u? Nou, wat moet ik zeggen? Ik zou zeggen, ik ben daardoor zeer vereerd. Dat ik het gehaald heb. Je hebt gehoord, er heeft maar één meneer. Meneer Heulen heeft het ook gehaald. En de rest zit er allemaal onder. Die zijn allemaal jonger. Tenminste, wat het aantal jaren betreft. Dus... Maar de heer Heulen is al overleden hoor, die is enige jaren geleden al dood. Dus ik ben nou de recordhouder. Van harte gefeliciteerd. Ja. U bent geboren in het jaar waarin Ajax voor het eerst de landstitel won. Ja, 1918, in maart 1918. Men zegt dat ik geboren ben achter de goal bij Ajax, maar ik heb het gevraagd aan mijn moeder. Die zei nee, gewoon thuis, zei ze. Dus, nou, heb ik niks te zeggen. U hebt zelf ook gevoetbald. Ik heb me laten vertellen dat u wel een aardige rechtsback was. Ik begon als mid voor. Iedereen, als je van school kwam en je ging voetballen, dan wilde je scoren. Dus ik begon als... En dat heb ik ook wel aardig gedaan. Ik heb een heleboel gescoord voor Ajax. Als mid voor. Zowel in de aspiranten heette dat en junior. Als u mag kiezen in 80 jaar, naar welke tijd zou u het meest terugverlangen? Als je iets wil verlangen, dan vond je natuurlijk prachtig als je 18 jaar werd. En nog in de A-junioren voetbalde en nog bij wijze van spreken het einde van je schooltijd, net de overgang naar je kantoor, zal ik maar zeggen. Maar het is nu ook leuk hoor. Ik vind eigenlijk... Elke tijd leuk, als je het nog kan beleven en mag beleven, zoals ik. Nou, dat is leuk hoor. Ah, we hebben het nog over je gehad vandaag. Dat is mooi. Over 25, dat je schreef in je boek. Ja, je zat meteen op de tv ook. En we hadden het over, ik heb gezegd, Mario schreef een boek en dan schreef hij in. 25 jaar geleden werd ik ontvangen door Kraan en Schoefaard bij de wedstrijd Ajax 2, Feyenoord 2. Dat is lekker van gewonnen. Ah, the players are coming. Dag. Nou gaan we wel. Pieter Huizen heeft niet meegespeeld met Groningen, maar zijn elftal heeft het goed gedaan. Die trainers doen niks mee. Nee, maar echt waar hoor. Je bent begonnen met... Maar was je toen... Hij begon buitengewoon lid. Dus je was geen donateur? Nee, buitengewoon lid ben ik... Uitengewoon lid. Nou, we gaan het opzoeken. Ik moet het allemaal opzoeken. Zie je toch wel dat ik een buitengewoon lid ben? Ja, je bent buitengewoon, dat weet ik wel. Wat hebben we nou met een oudje?
En het was een aardige voetballerboutje, een leuke... Ja, Henk Koning. Die is ook al dood. Ja. Ze gaan allemaal dood, die gasten, onbegrijpelijk. Maar het schijnt zo toch te zijn. Ik had je helemaal niet gezien, zeg. Kom je altijd kijken bij het tweede? Ja, hè? Meestal toch wel. Meestal wel. Maar hoef je vandaag... Oh ja. Ja. Maar hoef je vandaag niks te doen met programma's? Nee. Oh. Zo, hup. Oh, het is wel leuk, hè? We spelen deze kant op. Dat is lekker. Ja, daar komt hij. Oh. Hij speelde hem eerst even met zijn rechterbeen. Zag je dat? Ja, hij schiet hem tegen. Ja. Nou ga ik even een plas doen. Dan moet je me niet filmen, hoor. Een grapje van been. Een benengrapje. Zo, ik kom zo weer terug. Ik ga buiten staan. Ik ga een goal halen. Ja. Dus ik kom samen maken ze gauw een goal. Let op. Let op. We gaan even een goal halen, jongens. Oké. Je doet toch ook alles aan? Ja. En niet schelen? Nee, dat doe ik niet. Nou. Nou hier, er is nog wat. Heb je? Ik moet het goal halen, zegt hij. En keurig, hè? En keurig. Goed, ja, ja. Met combinaties, keurig. Blijf maar even staan, want dan kan ik de derde over. Ja.